harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. Daar hebben we hele leuke gasten, Rini. Zo is dat. We gaan onder andere praten met de wijkagenten van Tiel. Twee daarvan hebben we aan tafel zitten. Ze gaan een vast item doen in een mooie cyclus van om de drie weken op Stadscafé Tiel. Het hoe, wat en waarom, daar komen ze over praten. Daarnaast de zoon van schilder Pontjoen, een bekende naam van vroeger uit Tiel. Een beroemde schilder en er gaat een prachtige expositie hier komen in het Streek- en Flipje Museum. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk onze vaste onderdelen, de straatpraat en het bloemetje van de week. Kortom, dat wordt weer een hele leuke Tiel aan tafel. Otto van Wijk en Django van Ekeren aan tafel. Een heel mooi pak en dat geeft meteen al aan wat jullie zijn van de politie. Ja, wij zijn wijkagent in Tiel. Jij doet het centrum en Django, als ik het goed heb, de wijk Passewaaij en het buitengebied met de dorpen Zennewijn, Kapelle, Averzaat en Waddenooi. Dat is een enorm gebied. Dat is een enorm gebied. Dat is ongeveer 11.000 mensen in dat gebied. Klopt. Ja. En jullie hebben echt contact met de burgers dus, met de mensen die daar wonen. Dat proberen we zoveel mogelijk te hebben. En het is natuurlijk een utopie om met alle burgers contact te hebben, maar we proberen met zoveel mogelijk burgers contact te hebben. Ja. En dat is ook een reden dat jullie hier aan tafel zitten, hè? Want jullie gaan een item doen om de drie weken, want Tiel heeft in totaal 5 wijkagenten en het worden er 8, waarin jullie gaan vertellen wat jullie eigenlijk bezighoudt en wat er speelt in de wijk. Ja, wij zijn nu met 5 wijkagenten hier in Tiel dan. En net wat je zegt, er komt een uitbreiding naar 8 toe. En ja, wij willen toch wel toch redelijk een gezicht zijn. En dat lukt niet altijd dat mensen ons herkennen of denken van hey, die moeten we hebben als we met problemen zitten. Nou ja, is dit een mooi medium om te gebruiken natuurlijk. Absoluut. Die wijkagent, waar is die nou speciaal voor? Want als er iets is kun je naar het politiebureau gaan of bellen. Hoe komen mensen bij jullie terecht? In principe zijn wij het eerste aanspreekpunt voor de burgers in de wijk. Die weten ook wie wij zijn. We kunnen gewoon gemaild worden. Ze kunnen via 0900-8844 kunnen ze contact met ons gaan zoeken. En dan bellen wij terug of we gaan eventjes langs. En het is gewoon de bedoeling dat wij gewoon het gezicht zijn voor de politie. Dan hebben ze één aanspreekpunt en dan hebben ze ook met één persoon te maken. En niet dat ze constant met een ander en weer opnieuw het verhaal uit moeten leggen als er echt problemen zijn. Ja, want over wat voor verhalen gaat het dan, Otto? Ja, de gekste verhalen kun je meekrijgen. Het kan zijn over een schutting of over overlast die mensen ondervinden van een school. Of noem maar het centrum. Is dat natuurlijk, de jeugd is natuurlijk altijd een item, hè? De overlast van jeugd. Ja, vooral maar in ook, het centrum. Ja, maar ook natuurlijk de fietsers. En, noem maar op. En dat komt bij ons terecht. Ja. En we kunnen niet overal wat aan doen, maar dat is weer eigenlijk een hele veelzijdige job. Het is heel veelzijdig, ja. Dus je bent een soort van mediator dan ook eigenlijk? Ja, je probeert toch wel conflicten die er spelen ergens op te lossen. En dat verwachten ze ook van ons. En soms moet je eerlijk zijn en zeggen van joh, dat valt niet op te lossen. Mm-hmm. En of we moeten ze doorverwijzen naar een externe hulpverleningsinstantie. Hier doen we ook veel weer zaken met bureau Elk. Die doen bemiddelingen zeg maar voor de gemeente Tiel. Is echt buurtbemiddeling. Dus als je ruzie hebt met de buren, dan kun je je eigen voegen bij bureau Elk en die gaan voor jou bemiddelen. Het is in principe niet de taak van de politie om bij een burenruzie te gaan bemiddelen. Dat zat ik me ook af te vragen. Wij doen echt strafrechtszaken. Dus we zeggen wel eens van ja, als ze de jas in slaan, dan komen wij erbij. Ja. Maar dat proberen we natuurlijk van tevoren wel te voorkomen. Maar wij kunnen niet te veel tijd in gaan steken om... Dat is jullie job niet. Nee. Maar in de eerste aanleg willen we dan wel het gesprek mee aangaan. En merken wij dat het gewoon te veel tijd gaat kosten. En dan proberen ze door te verwijzen naar bureau Elk. In die zin zijn jullie wel in eerste lijn, zoals het zo mooi heet. Ja, precies. Dat zei ik net ook. Heel veel dingen horen niet bij ons, maar we proberen de mensen wel te helpen om een daad te krijgen waar het wel hoort. Ja. Ik probeer me dan wat dingen in te beelden. Als ik bijvoorbeeld inderdaad hoor dat er een ruzie bij de buren is, of dat het daar heel heftig aan toe gaat. Bellen naar? Als het echt heel heftig is, mag je 112 bellen. Ja, want dan is er wel enige noodzaak. Wij zeggen heel vaak tegen mensen, bel nou gewoon, we komen liever 10 keer van niks dan 1 keer te laat. Gewoon als je twijfels hebt, gewoon bellen. Ja. En anders kan ook een dag later, zeg maar, als je denkt van nou, dat zit me toch niet lekker, ik heb slecht van geslapen, ik weet niet wat de buren, wat daar gebeurd is, bel dan 0900-8844. Okay. En leg daar het verhaal nog een keer neer. Ja. En dan wordt het wel opgepakt, door ons of door andere collega's. Ja, want zijn jullie ook rechtstreeks te benaderen of worden jullie zelf door het politiebureau dan ingeseind daar of in daar? In principe wat er in de wijk gebeurt, dat krijgen we allemaal te horen. Dat kunnen we ook allemaal in het systeem terughalen.
Maar direct benaderbaar zijn we niet. Het is niet zo dat ons telefoonnummer ergens op internet staat, want dan worden wij s'nachts gebeld als we lekker liggen te slapen. Dat is niet de bedoeling. Nee. De partners waar we het meeste mee werken, die hebben wel onze directe nummers. En daar staan we dus gewoon 24 uur klaar voor. Nou, Tiel krijgt nog 3 wijkagenten erbij, ja. Nu 5. Dat is best wel pittig, kan ik me zo voorstellen. Wat maakt dat werk nou specifiek zo leuk voor jullie? Voor mij maakt het leuk de contacten met de burger en ook echt iets kunnen betekenen voor de burger. Wat ik net zei, niet alles hoort bij de politie, maar het geeft mij al een goed gevoel als ik ze daar kan krijgen waar het wel hoort. En daar haal ik mijn voldoening. Kun je een voorbeeldje daarvoor noemen? Zonder nou ja, bijvoorbeeld de burenruzie. Kijk, ik probeer er in eerste instantie wel in te muren. Lukt dat niet, dan ga ik ze doorverwijzen naar Elk. En dan krijgen we later terugkoppeling of dat het gelukt is of niet. Ja, dan vaak krijgen we ook die terugkoppeling van de burger van nou, bedankt en het is allemaal weer koekenij. Ja. En zijn jullie ook nog letterlijk van de kinderen dat nekvel pakken die bij een winkel hebben gestolen? Ja, dat zou je graag willen, maar ja, dat gaat niet. Dat gebeurt niet meer? Nee, maar je probeert wel corrigerende gesprekken, dat doe je nog wel. Ja, ik kan me zo voorstellen dat dat heel bevredigend voor jezelf ook moet zijn als je dat daar echt wat in kan betekenen. Ook. Ja, en dat doen we ook vooral weer de link, zeker met jongeren, naar ouders toe. Het lijkt me best wel moeilijk. En dan de ouders even op de hoogte stellen van wist u dat uw kind hiermee bezig is. Is het veel vingerspits en gevoel? Het lijkt me best wel moeilijk om in deze tijd een wijkagent te zijn. Ik bedoel, heel vroeger, in de tijd dat ik nog een hukkie-pukkie was. Nou, dan was ik met mijn brommetje aan het rijden door Tiel. En dacht ik van nou, ben ik de politie te snel af. En dan hoorde ik later toch via de meek van, hey toch, morgen op politiebureau komen. Ja, dat is niet meer. Nee, kijk, het is wel de bedoeling dat we, als wij veel in de wijk zijn, dan leer je de mensen ook kennen. En ik merk nou ook wel, omdat je ook contacten met scholen hebt, dat je gewoon heel veel jeugd toch wel kent. En dan zie je ze op straat en dan noemen ze het bij naam en dan denken ze, hey, Vroeger was er in mijn optiek heel veel respect voor de politieagenten. Hoe is dat nu? Ja, dat is nogal wisselend. En de respect is toch wel, toch wel weg. Zeker bij de jongere generatie. Het is toch intens triest eigenlijk? Ja. En het lukt ons niet om dat direct af te dwingen. Kijk, je probeert ze wel te corrigeren. En dat is een moeilijk verhaal. En waar zit dat? Of dat ooit terugkomt, dat weet je niet. Nee. Dat is ook tijdsbeeld. Ja, wellicht. Ja. Nou goed, jullie gaan dus dat item doen. Alle 5 de wijkagenten komen om de beurt langs op StadsTV. Misschien alle 8, dat weten we nog niet. Ook prima. Als jullie nieuwe collega's ook laten gestaan. En wellicht dat het een leuk idee is. Heeft u nou een vraag voor die wijkagent? Kunt u hem stellen en dan spelen wij hem door naar jullie. Ja, geven wij daar hopelijk antwoord op. Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja. Hartstikke goed. Ja. Maar tot slot, kun je nog een voorbeeldje noemen? Wat gaan jullie bespreekbaar maken? Waar gaan we het over hebben? Ja. Fancy, voorlichting. Ja, dat soort onderwerpen willen we het graag over hebben. Waar zijn wij nu druk mee? Kijk, waar ben jij nu druk mee? Wij hebben natuurlijk wekelijks hebben een overleg met de wijkagenten en ook met het Veilige Wijkteam. Dat is dan een groep met gemeente, woningbouwvereniging, de mensen van handhaving. En daar bespreken we van, wat speelt er nou in Tiel? Waar hebben we nu de laatste weken last van? Wat kunnen we gaan doen? Nou, er zijn één van de onderwerpen zeg maar, waar we nu mee bezig zijn, is zwerfvuil. De meeste mensen in Tiel zien het wel natuurlijk, de zwerfvuil. Ja. Dat is een doorn in het oog voor iedereen. En als we dat aan kunnen pakken, dan doen we ons best. Het is natuurlijk maar een klein dingetje, maar dat proberen we wel aan te pakken. Wij zitten ook op Twitter en op Facebook en dan doe ik wel eens zo'n foto twitteren met zwerfvuil bij het station. Mm-hmm. En als je ziet wat voor reacties daarop komen, dat is wel iets wat in Tiel speelt. Ja. En dan kijk maar om je heen, het is ook een bende. Ja, soms. En ik kan de Afrika niks aan doen, het is gewoon het gedrag van de mensen zelf. Ja, mentaliteit. Ja. Dus daar gaan we ook extra op controleren en als we zien dat mensen vuil weggooien, dan loop je ook kans op een boete van €230. €230? Ik ben absoluut voor. Ja. Hartstikke leuk dat jullie bij die StadsTV een rolletje gaan vervullen. Dank voor jullie komst. In Tiel aan tafel gaan we nu over naar straatpraat. Al jaren Tielse marktkoopman. Ja, dat ben ik. Ja. En wat maakt die markt in Tiel hier bijzonder speciaal of juist niet? Ja, het is mijn werk. Ik kom, en de mensen. De mensen. De gezellige mensen. Ja. Maar je staat natuurlijk op veel meer plekken door het land. Ja. Is Tiel anders? Nee, niet echt.
Dat is, wat moet ik ervan zeggen? Ik weet het ook niet. Het is mijn werk, mijn dingetje, dat doe ik en leuk met de mensen. Goedemiddag. Hallo. Mag ik wat dichter, mag ik er even bij komen staan? Ja, tuurlijk. Ja, even een vraagje. Al jaren marktkoopman op de Tielse Markt. Ja, ja. Bijna 47 jaar ga ik mee. Ja. Ja. En wat vind je van die Tielse Markt? Mag even voller. Nou, we missen nou de groenteboer natuurlijk. Maar die komt 21 februari, dus dat is super. 21 februari. Dus, en dan komt hij weer voller. En je moet eventjes missen. Dat mis je nou. Gewoon open plekken eventjes, weinig. Ja, waardoor het wat minder aantrekkelijk is hier. Ja, ietsje. Maar op zichzelf is de markt natuurlijk... Ja, de markt is niet van nu. Je hebt gebouwmarkten, supermarkten. Maar de markt blijft gewoon de markt. Er is niks beter. Gewoon, klaar. Het is hier druk genoeg. Ja, 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 ja. Maar ja, maar dat komt gewoon. Ik heb de beste kaas van Nederland. Ja, dat vermoeden had ik al. Ja. Kun je nou ook aan iemands gezicht zien wat voor kaas dat hij wilt? Een gezicht. Tot ziens, bedankt. Ik kan dus wel. Ik loop in een kaaspakhuis en dan kan ik dus weten van nou. Die en die kaas kan ik aan die en die verkopen. Dat kan wel. Want ik weet precies wat voor kaas jij hebt bijvoorbeeld. En ik weet precies van die mensen hebben die boerenkaas. En die vinden die boerenkaas lekker. En die meneer vindt deze boerenkaas lekker. Die aankomt, kijk die meneer. Zie je? Dat weet ik van tevoren. Ja, ja. Ja, mooi is dat. Het is hier vreselijk druk bij jou op de Tielse Markt. Ja? Is het nou, overal zo? Nou, niet vreselijk druk, hoor. Gewoon druk. Hè. Bescheiden blijven. Gewoon, of niet? Ja, toch hè? Ja. Wat vindt u van de Tielse Markt? Ik vind zelf vind ik de Tielse Markt vind ik rustig. Ja, ja. En ja, vind ik wel. Vergeleken bij andere markten? Ja, ik heb 6 markten en vind dit wel een rustige markt. Ja. Ja, dus, ja. Maar wel fijn publiek, fijne klanten. Ja, 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 de mensen zijn hartstikke leuk. Ja, ja, ja. Nee, maar ik doe ook heel leuk tegen die mensen. En voor iemand het, ja toch? Ja, dat zie je. Ja, al jaren marktkoopman op de Tielse Markt. Ja, ja, ik ben al, ik zou al kleine 15 jaar hier. Ja. Ja, en in mijn leven ben ik al, moet ik even denken hoor, 40 jaar, nou 38 jaar groenteman. Zo, dat is een hele tijd. Een hele tijd, ja, daarom. Ja. En wat vindt u van de Tielse Markt? Tielse Markt is gezellig, gezellige mensen, ja, gewoon gezellige zaterdagmarkt, laat ik zo zeggen. Ja? Ook de collega's onder elkaar. En, ja. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Ook heel belangrijk, ja. 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 Maar goed, u bent een tevreden marktkoopman? Ik ben een tevreden... Mark Koopman, ja. De volgende gast in Tiel aan tafel is Injo Pontsjoen, zoon van. Zo mag ik dat best zeggen. Precies. De schilder. En dat komt omdat er een expositie onlangs is geopend met prachtige werken van uw vader. En die expositie gaat tot 10 mei in het Flipje en Streekmuseum plaatsvinden. Precies. Ja. 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 En dat is dus werk van uw vader, van jouw vader. Ja. 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 Het is inmiddels de 3e expositie hier in Tiel. Er is een tentoonstelling geweest van schilders van en rond Tiel. Van Maurik, 10, 15 jaar geleden. Er is een grote solo-expositie geweest. 10 jaar geleden, 14 jaar geleden, toen hij 100 jaar overleden was. En een tijdje geleden, toen zat ik bij Jan Dolron, die bekende makelaar hier. Ja. Die heeft er een paar eens in de gang hangen, hè? Werken van uw vader. En, die heeft verschillende schilderijen van mijn vader, ja. Maar die had een keertje onder andere mij uitgenodigd om bij hem te komen schilderen op het kasteel in Frankrijk. En dat was heel leuk natuurlijk. Ik voelde me buitengewoon doorvereerd, want hij probeerde kunstmecenas te zijn. Maar goed, wij zaten daar na het schilderen zaten wij een beetje te borrelen en na te praten. En toen zei hij, kon ik vroeger bij geen zichzelf respecterend Tiels huis komen of er hing wel een portret van jouw vader. Hij heeft ontzettend veel geproduceerd. Ja, ja. Meer dan 500 stukken? Ja, 600. 650 heb ik ongeveer gearchiveerd momenteel. Ja. En zijn die nog allemaal in het bezit van? Nee. Ik zou willen. Ja. Ik zou het willen, ja. Ja, ja, ja. Ja. En welke doeken komen of hangen er nu hier in dat museum? Nog even dat punt, want toen zaten wij daar een keertje te borrelen en toen zei Jan Dolron, die zei dus tegen mij,
het zou zo leuk zijn om eens een tentoonstelling van die portretten te maken. Toen is daar eigenlijk dit idee geboren, dus wat nu gerealiseerd is. Nou, hartstikke goed. Ja, hartstikke goed. Ja. De portretten die er te zien zijn, de schilderijen, wat kunnen mensen verwachten? Nou, een gedeelte, de eerste grove indeling die je kunt maken, dat is een indeling in portretten in opdracht van. Maar hij heeft ook een heleboel portretten heeft hij gemaakt van mensen die hij op straat tegenkwam. Ja. En waarvan hij dacht van, ik vind dat jij een mooie kop hebt. Interessante meekomen. Figuur. Ja, meekomen. Ja, geweldig. Ja. Want hij heeft wel een echte ontwikkeling doorgemaakt, hè? En hij heeft in zijn schildercarrière. Ja, het was eigenlijk niet de bedoeling dat hij schilder zou worden. Jawel. Ja, het was vooral zijn eigen wil, maar het was van thuis uit toch niet het idee? Nee, zijn vader die vond het maar helemaal niks. Dat nee, hij, nee, dat hij, bedoel ik. Juroba. Mijn opa, ja. Terwijl die zelf, die opa, die was ook best wel een kunstzinnige man. Die was ook wel getalenteerd. Die was ciseleur hier bij Daalderop. En hij heeft ook nog hele mooie beeldhouwwerken. Wat is dat? Een ciseleur? Een ciseleur, dat is iemand klinkt die... Mooi, ja? een soort zilversmid is dat. Die de werkjes aanbrengt. Die klopt figuren in bijvoorbeeld borden of kannen of dat soort dingen. Dus een ambacht dat eigenlijk nagenoeg verdwenen is dus. Totaal verdwenen. Ja. Die man die is ook, ik geloof in die midden jaren 30 is die werkloos geworden. En toen is het hele gezin in tamelijke armoede gestopt. Ach. En vandaar ook dat mijn opa, denk ik, zei van... jongen, ga jij maar gewoon een goed vak leren. Ja, precies. Ja. Ja, en dan als je dan nog wat wilt schilderen, dan doe je dat maar in je vrije tijd. En dat heeft hij inderdaad gedaan. Nou, er zijn een heleboel mensen die komen naar mij toe... en die zeggen dan, als ze dan zo'n expositie zien van een paar honderd schilderijen... dat hij dat allemaal buiten die onderwijstaak heeft gedaan. En dan is mijn antwoord altijd nee. Hij heeft een beetje onderwijs gegeven tussen het schilderen door. Als u nou het werk van uw vader zou willen omschrijven, hoe kunt u dat het beste typeren? Nou, de meest globale typering is natuurlijk dat hij realistische kunst heeft gemaakt. Hij heeft of romantisch... magisch realistisch. Of magisch realistisch heeft hij geschilderd, maar hij is wel altijd in de realistische hoek gebleven. Heel erg met licht altijd bezig geweest, hè? En... hij vond zeker het licht altijd. Hij heeft vooral in de magisch-realistische periode en daarvoor... Ja, hielden de schilders van die romantische... De Claire Obscure, ja precies. Ja, prachtig. Ja, prachtig. Ja, het ziet er heel indrukwekkend allemaal uit. Deze expositie gaat nog tot 13 mei door. En gaat u daar zelf ook nou eens tussendoor nog eens kijken? Hoe werkt dat? Er zijn nog een aantal mensen die, waarvan het portret daar hangt. En die zijn dan inmiddels zo oud dat ze er niet meer zelfstandig kunnen komen. Ah. Dus ik heb aan een stel heb ik beloofd dat ik ze nog allemaal mee hier naartoe neem. Mooi. Ja. Dus jullie kunnen mij binnenkort signaleren met tenminste drie oude dametjes. Leuk. Vriendinnen van me, langs mijn hand. Die tenminste 94 jaar zijn of zo en daar loop ik hier vandaag of morgen mee over het plein naar het... Er zijn nog werken waar u nou op zoek bent, hè? U weet dat ze er zijn, maar waar? Ja, er zijn nog zeker een stuk of 30 schilderijen die ik ontzettend graag zou willen zien. Ik zou er graag eentje laten zien hiervan. Mm-hmm. Dat is dus kijk, wel een plaatje van. Ja, kijk, ik heb... dit is dus een hele oude foto. Dit is een zwart-wit foto. Mm-hmm. En dit vind ik een prachtig portret, dit. Dit zijn allemaal zelfportretten. Ja, dit is dus een zelfportret. Ja. En daar zou ik ontzettend graag het origineel een keertje van weten. Dus... Nou, daar kunnen we een oproep voor doen. Ja, als er nog schilderijen van de heer Pontioen ergens in Tiel zijn, laat het even weten. Zullen we het maar via de Stadstv dat mensen kunnen komen? Dan heel fijn. Wisselen we dat weer uit. Ja, Info@ stadstvtiel.nl is dat. Ja. En vervalsingen, ze zijn er ook, hè? Ja, dat wou ik ook net gaan vragen, inderdaad. Ja. Ja, dat is heel grappig, dit. Ik kreeg een tijdje geleden een foto over de e-mail van dit schilderij. Ja. Mm-hmm. En ik was er verrukt van, want dat had ik ontzettend lang niet meer gezien. En degene die mij dat mailtje toestuurde, die zei, volgens mij is er iets met dat schilderij. Wil je daar eens naar kijken? En ik ging daar naar kijken. En ik ben in het gelukkige bezit van deze prentenbriefkaart. Deze heeft mijn vader laten maken omdat hij
ieder jaar als hij een expositie had, dan koos hij één schilderij uit wat hij gewoon een beetje een topic voor en typisch voor het afgelopen jaar vond. Dat was dit schilderij. En liet hij dan op ansichtkaart drukken. En liet hij en aan de andere kant de uitnodiging van bij deze nodig ik uit enzovoort. Maar als je nou hier goed naar kijkt, dan zie je hier tussen die twee vingers, ja, dat kun je op de tv niet zien. Wij willen wel even kijken. Hier tussen die twee vingers, daar zie je de signatuur staan. En hier, daar zie je het helemaal onder staan. Oh. Zie je? Ja. En voor de rest is het precies hetzelfde. Nepperij. Een knappe vervalser dan. Het is een hele knappe vervalser. Ja, oké. Maar dat geeft wel aan dat de man geliefd was, hè? Althans zijn schilderijen. Ja. Ik wist het meteen, want dit schilderij, daar weet ik van, dit is in Canada. Dus ik was er eigenlijk heel stom verbaasd van dat het hier ergens te koop werd aangeboden. Want u wist dat het die kant op was gegaan? Ik wist dat. Het origineel moest in Canada zijn. Ach. Dit moet in Canada zijn. We kunnen nog uren over uw vader praten. Dat gaan we niet doen. Tweeledig dit gesprek. De expositie, die duurt nog tot in mei. Zeker gaan kijken, is meer dan de moeite waard. En mochten er nog pensioenen zijn in Tiel. Ergens. Mensen die dit zien. Laat het ons weten. Precies. Ja, dan zorgen wij dat het bij u terechtkomt. Prima, daar zou ik heel blij mee zijn. Okay. Mag ik u danken voor het gesprek? Heel graag gedaan. En dan nu in Tiel aan tafel het bloemetje van de week. Voor het bloemetje van deze week staan we bij het Vrijthof. Het bloemetje is aangevraagd voor Bob Ekdom en hij is specialist ouderenzorg hier op het Vrijthof. De bloemen zijn aangevraagd door de vrijwilligers en het bestuur van het VPTZ, de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, waar Bob 8 jaar als bestuurslid keihard voor heeft gewerkt. En daar gaat hij nu voor bedankt worden. Bob Ekdom. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. En namens het bestuur en de vrijwilligers van het VPTZ, een bos bloemen. Wat geweldig. Want ik heb begrepen dat u daar 8 jaar actief bent geweest. Dat klopt, ja. Ja, met plezier gedaan trouwens. Ja, en dat wordt dus bijzonder gewaardeerd. Ja, maar ja, wat leuk joh. Hartstikke mooi. Ja, dit is ook voor het goede doel. Hè. Weet jullie wat ze allemaal doen, die vrijwilligers? Ja, palliatieve terminale zorg. Ja, die gaan vooral in de thuissituatie mensen, en ook hier op het hospice, mensen ondersteunen die vooral de mantelzorg ondersteunen, maar mensen die terminaal ziek zijn, zeg maar. Dus dat doen goed werk. Het is ook leuk om dan in zo'n bestuur te zitten. Ja, met plezier gedaan. Dus ik vind het heel lief dat ze dit zo gedaan hebben. Ja, het is bijzonder gewaardeerd. Dus al die vrijwilligers en het bestuur, wat nog wel dankjewel. Is. Dankjewel, leuk hoor. En heel veel succes met alles. En nogmaals dank namens al deze mensen. Hartstikke leuk. Bedankt hiervoor. Tot zover deze aflevering van Tiel aan tafel. Sari, dit was weer een leuke. Dit waren ontzettend leuke gasten. Ingo Pensioen, prachtig. Ik had heel graag eigenlijk wel door willen praten. Ja, was niet zo moeilijk geweest om een uur te vullen met deze man. Erg interessant. Ja. En natuurlijk onze wijkagenten. Zo is dat. Maar die gaan we nog veel vaker zien. Volgende week zijn wij er weer met een nieuwe... Tiel aan tafel.